Jongens, waar kijken we in hemelsnaam naar met z'n allen? Ik meen het serieus, is toch gewoon geen ene kut aan? Yo, bitches, what's Gucci? Welkom bij weer een aflevering van Temptation Island. Ik word het echt een beetje zat. Ik bedoel, ik vind het leuk om deze video's op te nemen. Maar het gaat gewoon helemaal nergens meer over. Wat ik dus doe, is de aflevering vooruitkijken. En dan maak ik filmpjes waarin ik de aflevering beschrijf. En jullie dus in principe een spoiler geef. Als je daar natuurlijk behoefte aan hebt, wil je nou geen spoiler, wacht dan gewoon eventjes tot volgende week. Nou goed, aflevering 6. Het laatste beeld dat we hebben gezien van aflevering 5 was dat Danicio bij Milou in bed ging liggen. En in de ochtend vertelt Milou dan tegen de meiden van jongens, ik moet jullie wat vertellen. Want gisteren is Danicio dus bij mij in bed komen liggen. En ik vond het echt gewoon helemaal niet leuk. Ik heb er niks van gezegd, maar ik vond het echt niet leuk. En Rodoya zegt dan van hij is zo raar en in gedachten. Ik zeg nee, mijn verleidertje. Milou duikt bij Jitze en een andere verleider waarvan ik de naam nog steeds niet weet. Hij is niet heel boeiend. Dan duikt ze bij op de bank. En Jitze zegt dan wat heb je mooie tandjes. En dan zegt ze zoals een echt meisje doet. Nou, dat is dan het enige mooie aan mij. Waarop Jitze antwoordt dat er wel meer mooi is aan hem. En dan zegt dus de andere onbekende verleider. Dirty talk. Maar Milou wil dat niet hebben. Nee. Kijk uit. Dan gaat ze de fout in zitten. Namelijk nu al heel zwaar. Ja, dat is letterlijk wat ze zegt. Rick gaat even bij de mannen langs. En Annelien bij de vrouwen. Weet natuurlijk allemaal wat er wordt aangekondigd. Maar er wordt eerst een heel lang en onnodig loopje aangekoppeld. Rick vraagt hoe het met de jongens is. En Sydney zegt dan. Ja, leuk. Ik hou van een feestje. Ja, ik ben wel eens iemand van, ja, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Dus dat zou wel gezelliger zijn. Oftewel, Morgan en Roger, jullie zijn super saai. Nou goed, wat we allemaal dachten, het kampvuur wordt aangekondigd. En Heikki is best wel zenuwachtig. Maar Roger, zeg maar de saaie jongen met de saaie vriendin met een relatie waar helemaal niks in gebeurt. Die zegt dan, ja, er was wel wat gebeurd zijn, want anders krijgen we geen kampvuur toch. En Heikki is iets van, ja, wat maak jij me nou? Blijf even lekker positief of zo, stakker. Daardoor voelde Roger zich weer aangevallen en die valt hem dan vervolgens aan. Het is zo raar, ik vind dit zo'n vage gast. Ik weet niet, hij had gewoon nooit mee moeten doen aan dit programma. Uiteindelijk leggen ze trouwens bij een interventie, want ja, het zijn allemaal alfamannetjes en dan gebeuren dat soort dingen gewoon. Demi stelt de meiden gerust, want ja, we hoeven helemaal niet gestrest te zijn. Dan zou je zeggen, ja, inderdaad, als je vertrouwt bij je partner, dan hoeft dat niet. Maar zij heeft er een iets andere reden voor. De reden is namelijk, ja, er is altijd nog een leven na iemand. Ze is dus letterlijk niet gestrest over wat ze zou kunnen zien. Omdat ze zoiets heeft van ja, de vervanger bestaat toch wel. Milou is ook gestrest. Want zij heeft zoiets van ja, als Heikki me nu bedriegt, dan vertrouw ik echt nooit meer een man. Maar ja, schat, dat is nou juist het probleem. Want je vertrouwt Heikki al niet. Dat is juist waar alles gebeurd is. En alles misschien een beetje fout gaat. Omdat hij eindelijk een keer los is. En mag zeggen wat hij vindt. En niet zijn zoekgeschiedenis hoeven laten checken. Wat sowieso niet kan, want ze hebben geen telefoons. Maar als hij had het niet gehoeven. Nou goed, het kampvuur gaat aanbreken. Iedereen die maakt zich weer op alsof ze zeg maar de rest van de dag niet voor de camera staan. Heel frappant vind ik dat. Dan krijgen ze dus een shot bij een kampvuur en denken ze ja, nu moet ik er top uitzien. Maar de andere 23 uur van de dag maakt het niet uit of zo. Demi ziet de beelden van Sydney die dan met Demi is. En ze reageert daar eigenlijk heel laks op van ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En Annelien denkt ho, kijkcijfers. En ze zegt dan met de grootste glimlach, denk je dat hij het vol gaat houden? Waarop Demi echt zo zegt van ja, mag hopen van wel. Zit hier de beelden van Demi die met Ketan op date is. En zegt dan eigenlijk een soort aardig van ja, hij mag best bij ons op visite komen hoor, ik vind het allemaal best. Maar goed, we hebben het over Sydney, hè? De onzekere boy. Dus het zou zo kunnen zijn dat alles wat hij nu zegt niet gemeend is. En dat hij daar later op terugkomt met Janke Pimmel, mijn kleine Pimmel. Maar goed, hij ziet ook het beeld waarop Demi zegt dat ze hem niet mist. En als Rick vraagt hoe dat voor hem voelt, dan zegt hij van ja, ik snap wel dat ze me niet mist. Ik adem luid, ik hoest luid. En vervolgens zegt hij dan iets van, ze mist me echt wel hoor. Ook als je net luid en duidelijk zelf gezegd dat het niet zo is, maar ja, goed. Morgan vindt alles chill, top, geweldig, zeker. Ja, helemaal mooi. Hij heeft eigenlijk gewoon geen enkele mening. Hij heeft sowieso volgens mij geen identiteit. Hij doet eigenlijk letterlijk niks in het programma. En dan denk ik, ja, je moest aan Rodanya bewijzen dat zij de enige voor jou was. Dan vind ik het goed. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat je de verleiding vol moet aangaan om dat te bewijzen. Maar nu, hij trekt zich eigenlijk gewoon terug. Want op het moment dat zij dus die beelden ziet, zegt ze van ja, zo ken ik hem helemaal niet. Wat dus betekent dat hij zich hier heel anders voordoet. En dat is alsnog niet je bewijs tegenover je vriendin. Dat is gewoon letterlijk een andere kant van jezelf laten zien. Waardoor het makkelijker is om de verleiding tegen te gaan. Rodanya zegt dat hij best wel een feestbeest is. Nou, als jij dan daar elke keer om 9 uur naar bed gaat terwijl er gewoon een goed feestje gaande is waar je niet eens hoeft te betalen. Laura ziet beelden waarop er over Roger wordt gesproken als een hele saaie jongen en iemand die, ja, saai is. Zelfs de verhalen over Roger zijn saai, want er is niks te vertellen. Ze is gewoon blij. Ze zegt, ja, zo ken ik hem precies, dus ik ben wel blij om dit zo te zien. Dan denk ik, oké, je vriend is dus echt saai. Niet alleen op tv of omdat hij zich ongemakkelijk voelt. Nee, dat is hij. Niet het een of het ander. Ik zou mijn vriend accepteren zoals hij is. Maar op het moment dat mensen dus over mijn vriend zeggen hij is heel erg saai. Dan zou je toch eerder nog zoiets van nou hij is helemaal niet saai. Ik vind hem juist leuk hoe hij is bijvoorbeeld. Maar zij heeft echt zoiets van
Ja, zo is die. Geweldig. Het lijkt nu net alsof ze zich aansluit bij de woorden van de anderen. Dat zou echt raar zijn. Annelien stelt dan de vraag der vragen aan Laura. Waarom doen jullie mee aan Temptation? En dat is dus wat ik in de vorige video mezelf natuurlijk ook heb afgevraagd. En zij zegt dan, ja, we wilden eigenlijk kijken of we ons hetzelfde zouden gedragen in een heel andere setting. Dat snap ik op zich wel. En toch snap ik het helemaal niet. Ik bedoel, ga dan lekker naar een parenclub of zo. Ik bedoel, daar ben je ook niet elke dag. Roger zegt eigenlijk precies hetzelfde over Laura. Als hij de beelden van haar ziet waarop ze zit te gapen en mensen zeggen dat ze kut is. Ja, dan zegt hij gewoon, ja, ja, dat is Laura. Dus eigenlijk passen die twee perfect bij elkaar. Als dit misgaat, dan weet ik het ook niet meer. Ik bedoel, dit zijn gewoon mensen die horen samen saai te zijn. En dat is helemaal prima als ze samen zijn. Daar hebben wij in principe niks over te zeggen. Maar dan denk ik, zo'n programma, ik weet niet of dat... Maar hoe zijn die mensen ook gekast dan? Zijn er zo weinig aanmeldingen dat zij er doorheen zijn gekomen? Heike ziet het beeld van Milou waarop ze het zwaar heeft, maar hij snapt dat wel. Want ja, ze zijn namelijk best wel seksueel actief. Dus dat is helemaal niet gek. Ik vind het wel een soort schattig dat dit op die manier wil benaderen. Ik bedoel, hij denkt helemaal niet aan dat Milou hoog tot de boter is van Jietse bijvoorbeeld. Want hij denkt dat niks gaat worden. Ach, dat het iets gaat worden wil ik misschien ook niet zeggen. Maar er gebeurt al aardig wat in Milou haar hoofd. Dat is duidelijk te zien. En ook heel ver daar beneden, zeg maar. Milou die snapt niet dat Aileen zijn temptation is. Want ze zegt, ja, we hebben het erover gehad. Wat zijn type is. En zij is gewoon alles behalve zijn type. En als Annelien dan vraagt van, ja, maar wat is, hoezo? Zegt ze, ja, want ze is goedkoop. Ik zit nog op de middelbare school. Daarom gebruik ik dat argument. Als de dames dan terugkomen thuis, dan zegt Demi van, nou ja, ik heb die Demi gezien en ze is helemaal niet zo knap, dus ik maak me helemaal geen zorgen. Dat ik denk, je had haar al gezien toen ze kennis kwamen maken en zo, maar daarbij maakt het geen flikker uit hoe knap ze is of niet, of hoe knap jij er vindt of niet. Maar je vriend is wel constant met haar, dus ja. Er is een dikke vissa bij de mannen, maar ja, we weten het allemaal. Wie is er pleiten? Haha, Roger. Nee, hij hoeft geen drank, want hij is namelijk heel verdrietig. Zijn Laura moest huilen op beeld en hij... wordt daar ook heel down van. Hij lucht zo hard bij Lizzie, maar die heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in. Die denkt, rot op met je gezeik. Maar ja, ze hoort het aan als een echte vleister zou doen. En vervolgens probeert ze het een soort van om te draaien door hem een pinky promise te laten doen dat zij de volgende keer met hem op date gaat. En hij trapt erin, want ja, haar karakter, dat vindt hij gewoon zo prettig. Dus haar hart wat achter die tieten zit waar hij constant naar zit te kijken. Nou ja, stiekem natuurlijk, hè. We mogen allemaal niet zien. Hij heeft geen hart. Hij is saai. Sydney blijft op een gegeven moment alleen over, want iedereen gaat naar bed en hij is aardig lam. En op een gegeven moment komt Demi terug van de kamer en denk je, oeh. Maar nee, zelfs Demi wordt gek van Sydney. Want hij praat constant over zichzelf en hij zegt dan, ja, waar gaat die Congolees zich mee bemoeien dat mijn vriendin mij niet mist? Dan denk ik, 1, je vriendin zei het zelf. En 2, je zou toch ook niet zeggen, waar bemoeit die Rotterdammer zich mee? Waar slaat dat nou weer op? Ik vind dat zo kansloos. Die Congolees gaat op dit moment heel erg goed met jouw vriendin om. Jouw vriendin die jou niet mist, zeg maar. Maar goed, hij sluit af met een heerlijke rap. Besef dat ik dit opneem voor een camera, hè? Voor een raam, mensen konden mij zien. Maar... nou, serieus, dat is het enige wat ik erover heb kunnen vertellen. En ik heb dan nog het boeiendste eruit gehaald. Zegt er weer genoeg? Laat even in de comments weten wat jullie van dit seizoen vinden. Vonden jullie de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Hier beneden kun je abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan had. Als je meer van mij wil zien, kun je me volgen op Instagram. Neem me niet al te serieus, tenzij je iets uit kunt halen. Maar vergeet verder vooral niet een klein beetje lief te zijn voor elkaar. Joe!